De 16e Caribbean Statistics Day op 15 oktober staat in het teken van het thema verbeteren van levens door statistieken, samen sterker en innovatief. Dit thema benadrukt het belang van statistieken voor het welzijn van de CARICOM-burgers en de noodzaak om statistische systemen te versterken en te innoveren. De secretaris-generaal van de CARICOM, Carla Burnett, benadrukt dat harmoniserende statistieken helpen bij het monitoren van de voortgang van het CARICOM Single Market and Economy CSME en bij andere regionale doelen op het gebied van gezondheid en onderwijs. Deze jaarlijkse dag valt samen met het 50-jarig bestaan van het Standing Committee of Caribbean Statisticians, die zich inzet voor betere en snellere statistische diensten. Hun inzet blijft relevant te midden van uitdagingen op sociaal, milieu en economisch gebied. De kwaliteit van beschikbare data is cruciaal voor beleidsvorming en beslissingen met de focus op onderwerpen als criminaliteit, jongerenontwikkeling, gezondheid en klimaatverandering.